Zoals u ziet maken we ons klaar voor een nieuwe aflevering van uw eigen programma. Welkom erbij. Het is De Getuigenis Van. Welkom terug bij uw eigen programma De Getuigenis Van. Onze gast van vandaag, die is geboren in Aruba, heeft gewoond in Amerika, ook in Nederland en voorlopig woont hij in Suriname. Waar de Heer hem zal gebruiken en naartoe zal leiden, nou dat laten we nog even in het midden. Hij heeft zich bezig gehouden met de politiek in Aruba. Choco, je zou best kunnen zeggen dat het een man is geweest die heel veel heeft meegemaakt, heel veel heeft gezien en ook heel veel heeft gezocht. Nou, uiteindelijk heeft hij Christus gevonden. En dat is waarom wij u willen uitnodigen om mee te luisteren en mee te kijken naar De Getuigenis Van Donald Rasmijn. Welkom erbij, brother. Dankjewel. Ik wil je namens Shalom bedanken voor jouw participatie en het feit dat je dus met ons of ons wilt meenemen in jouw, zou je kunnen zeggen, verleden. Ja, zeker. Nou, het is, laten we zeggen, waar ik een steentje bij kan dragen, dat doen we. Ja, nou, in de naam dankjewel. Der Heren. Dankjewel. Ja. Wie is Donald? Is het Donald? Hoe heb je het graag? Oké, Donald in het Nederlands, dat is goed. Oké, kan je in het kort vertellen wie je bent? Ja, zeker. Nou, inderdaad, ik ben op Aruba geboren. Mm-hmm. En ik ben al 57 jaar oud. Ik heb middelbare school gedaan op Aruba. Mm-hmm. Daarna in Amerika gestudeerd. Dan teruggekomen naar Aruba voor 2 jaren. Daarna word ik meer uitdagingen, ging ik naar Nederland. Was ik daar ook, ik was daar aan het werken, maar ik ging ook door met mijn studie. Dus ik heb werktuigbouwkunde, ingenieur ben ik eigenlijk. En ik heb me, daarna was ik, na 6 jaren, mm-hmm. was ik terug op Aruba. En daar had ik me gespecialiseerd op het gebied van raffinage, dat is mm-hmm. zeg maar petrochemie. Ja. En, laat zo zeggen, een tijdje ging de politiek in daar. Mm-hmm. En ik was ook 8 jaren lang een statenlid daar geweest, mm-hmm. Tot 2017. En daarna zocht ik weer naar een baan. Ik zei oké, ik moet doorgaan met mijn werk. Mm-hmm. Het was niet zo dat ik in de politiek ging en ik had ook een vaste baan of ik kan je zeggen mm-hmm. dat ik altijd terug kan keren naar een baan. Ja. Ik heb mijn baan verlaten om dat te doen, omdat ik erin geloofde. Mm-hmm. En uiteindelijk, vorig jaar, was ik eigenlijk baan aan het zoeken. Dus ik had een paar sollicitaties, ik was bezig met een paar sollicitaties met verschillende landen. Want op Aruba zelf, jammer genoeg hebben we een raffinaderij, maar die is al een tijdje dicht. Mm-hmm. En het ziet er niet zo goed uit dat het open gaat. Ja. Dus in ieder geval begon ik wel werk te zoeken. En ik vond wel, maar helemaal in het Midden-Oosten, dacht ik van ja, wat ga ik nou doen? Ik was nooit eerder langer dan 2 weken van mijn familie geweest, weg geweest. Ja. Dus ik dacht van ja, om zo ver weg te gaan, wat moet ik doen? Ja. Weet je? Maar ik moet wel rekeningen betalen, ik moet geld brengen thuis. Mm-hmm. Dus in ieder geval, er was een vriend van me die had me verteld, hey, waarom probeer je niet contact te nemen met Suriname? Ja. Toen had ik dat gedaan. Mm-hmm. En inderdaad, de deur ging open voor me. Dus nu ben je hier. En nu ben ik hier. Heb je hobby's naast het werk dat je doet en je christelijk leven, heb je hobby's? Ja, christelijk leven heb ik. Dus mm-hmm. mijn fundament. Ja, mijn sterkte. Ja, ik bedoel, ik voel me heel, heel goed mm-hmm. Als ik met het worshipen ben, met het praise team bezig ben. En gelukkig, toen ik hier was aangekomen in Suriname, dat is echt de eerste week, ging ik een vriendin van me, die ik ken van die gemeente op Aruba, mm-hmm. had ik haar gevraagd van, hey, kan je me recommendatie geven voor een gemeente. Ja, ja. Toen had ze me gemeente Gods Reensweer aanbevolen. En toen was ik hier gekomen. Volgens mij was ik woensdag aangekomen. En die zondag kwam ik hier naartoe. En tot nu toe
Okay. Kom ik hier. Heb je hobby's? Ja, ja, zeker. Ik hou van een beetje fitnessen. En ook van hardlopen, voetballen, volleyballen. Ja, je bent weer een sporter dus. Ja, ik was ook een sporter. Oké. Nou, dat is een beetje omtrent de persoon zelf. Dat is Donald Rasmijn. Het is de bedoeling dat hij ons gaat vertellen wanneer hij eigenlijk tot geloof is gekomen en hoe dat precies is gebeurd. En dat doen we dus na de break. Het Surinaams Bijbelgenootschap. Welkom terug bij uw eigen programma De Getuigenis Van. Natuurlijk zijn we beland op het punt waarbij onze gast ons gaat vertellen hoe hij en waarom hij Christus heeft geaccepteerd in zijn leven. Je hebt ons zo'n beetje verteld over jezelf, maar ja. De reden waarom je hier bent is omdat je een bekeerde christen bent. Dat wil dus zeggen dat je ooit een persoon of een leven had waarmee je moest afrekenen en die uiteindelijk niet meer bestaat of niet meer mag bestaan. Ja. Waar ben je eigenlijk op dat punt gekomen waarbij je zegt van ik moet Christus volgen? Ja, dat was bijna 10 jaar geleden. Mm-hmm. Mijn vrouw hadden altijd problemen, weet je. Het ging altijd moeilijk en ik was best onrustig. Veel spanning in die relatie. En het ging niet zo lekker, het liep niet zo lekker. En ik kreeg de hele tijd moeilijkheden, weet je, ik kom altijd in problemen. Dus in feite was er een soort van chaos in je leven? Ja, het was niet echt houvast. Mm-hmm. Het ging beter, elke dag ging het beter. Maar ik had mijn fouten, mm-hmm. ik maakte mijn fouten. En die week was het net gebeurd en ik zou ook mijn eed gaan afleggen als een statenlid van Aruba. Dus toen zag ik het niet meer zitten. Ik zei nee, in ieder geval in mijn leven. Vele keren ging ik naar de dokter, psycholoog, ik ging aan cursussen. Ging van alles doen. Dus je dacht dat iets mis met jou was? Ja, je gaat hulp zoeken. Hè? Mm-hmm. Zeg, ja, ik wil met iets stoppen. Ik wil hiermee stoppen. Daarna ging ik naar een van die cursussen en het was even goed, maar daarna kom je weer terug op je eigen patroon. Mm-hmm. En zo bleef het maar doorgaan. Als je zegt van oké, ik wou ophouden om bijvoorbeeld van drinken. Als we uit gingen drinken en zoiets. Mm-hmm. Ik dacht van hé, ik wil ermee ophouden, want ja. Het heeft altijd consequenties. Ja. Dus het is geen goede gewoonte, het is geen goede voorbeeld. Zeker niet als je een statenlid bent. Mm-hmm. En toen dacht ik van, weet je, ik heb van alles geprobeerd. Niks ging. Dus uiteindelijk toen ik dit had gedaan, toen ik mezelf van Christus, mijn leven van Christus had geleverd, toen was opeens alles kwam. Kwam goed. Het ging heel goed. Ja, maar hoe ben je op dat punt gekomen? Hoe ben je bewust geworden dat Christus de sleutel is en het antwoord? Nou, mijn vrouw ging al een jaar voor me. Mm-hmm. Ging ze al. Ze ging al naar de gemeente. En ik was haar. Eigenlijk was ik haar altijd aan het zeggen van hey, ga je weer naar die kerk waar die begint? Die heeft een tijd om te beginnen, maar niet om te eindigen, want jullie blijven de hele dag daar. Ja. En ik bleef haar altijd dat zeggen. Was het spottend bedoeld? Ja, een beetje. Niet echt spottend. Een beetje grappen maken, weet je? Ja. Want ik was katholiek opgegroeid. Je wist wel dat hij er is en dat hij er was. Ja, ik wist het wel. Ja, ja. Net in die tijd, hadden we weer problemen gekregen. Toen zei ik, nee, ik kan het echt niet meer hoor. Mm-hmm. Dit kan niet. Dus toen had ik besloten om dat te doen. Mm-hmm. Ik was helemaal kapot van, hey, hoe ga ik nou
zo'n uitdaging doen. Weet je, als statenlid om ook om goed altijd representatief te zijn. En dus hoe ga ik het doen? Dus toen dacht ik van, hé, ik heb van alles gedaan, echt geen idee. Mm-hmm. Dus ik ga ook met mijn vrouw naar die gemeente. Dus ik ging daar naartoe. En ik kan zeggen dat die ervaring echt heel goed was geweest. Mm-hmm. Wel was het zo van die eerste misschien 2-3 maanden dat ik naar de gemeente was gegaan. Elke zondag zat ik daar. En elke preek die de priester had, nam ik het aan voor mezelf, want het paste bij ja, me. Ja, ja, strak aan. Dus het was in het begin best zwaar voor me, alleen maar echt huilen. Mm. Echt. Ik zat alleen maar daar en ik huilde de hele tijd. Maar het was een heel goede therapie voor me. Weet je, ik voelde me zo vrij. Ja. Ik voel me zo vrij, ik voel me zo... kijk, mensen om me heen die allemaal vrij zijn, die voor God dansten. Ja, ja, ja. En normaal zelf zie je dat niet, hè? Mm-hmm. Je zegt dat niet. Zelfs op een feest, op een normaal feest, gaan die mensen niet zomaar dansen. Maar hier gaan de mensen direct dansen. Met het praise-team begint te zingen en iedereen staat op. En, het was zo mooi om te zien. Mm-hmm. En ik zag mensen waarvan ik dacht van, vroeger dacht van, wauw, die persoon, jammer man, die heeft het moeilijk, die gaat de hele verkeerde kant op. En mensen die je dacht van, hey, die halen het nooit meer man. Ze bereiken niets die bereiken niks meer in het leven. Ik zag ze daar. Ik zag ze daar. En die zijn hersteld helemaal. Mm-hmm. Met kinderen, familie en met een eigen zaak. Echt een nieuwe mens. Echt een nieuwe mens. Ja. En toen begon ik te realiseren van, wauw, Jezus leeft. Mm-hmm. Het is de werkelijkheid. Mm-hmm. Als je erin gelooft, dan gaan de deuren voor je open. Mm-hmm. En ik heb het zelfs gezien. Ja. En daarna heb ik zelfs meegemaakt, mm-hmm. want ik zag dat ik helemaal was veranderd. Ja, je prioriteiten veranderen. Mijn prioriteiten veranderen. En weet je, in de politiek moet je het tegen kunnen dat iemand jou aanvalt, persoonlijk aanvalt. Ja. En je moet rustig blijven. Ja. En dat was ook een uitdaging voor me. Ja, hoe ga ik het doen? Als dat was je niet. Nee, ik kon het niet. Ik was niet zo in elkaar. Dus in ieder geval heb ik dat wel ook bereikt. Mm-hmm. En ik werd een heel rustige persoon. Veel rustiger. En ik had ook aangenomen van, hey, als je Jezus dient, moet je ook zoals Jezus zijn. Moet je zoals Hem met iedereen omgaan. Moet je ook laten zien. Je zegt dat je vanaf kleins af katholiek was. Dus je wist ergens dat er een God was. Ja, maar later op je veel oudere leeftijd accepteer je Hem. Wat is het verschil dan met deze Christus? Want je wist al die tijd dat Hij er bestond. Je geloofde ergens in een God. Ja, maar zeker. Wanneer je veel ouder wordt, accepteer je Hem, neem je Hem aan in je leven. Wat is anders? Want je was altijd gelovig. Wat heb je anders gedaan dat je het anders hebt ervaren? Ja, het is de relatie. Hè? Mm. De relatie en kijk, vroeger was het zo van, ik dacht, ik had eens een discussie met iemand in Nederland. En we kwamen tot het punt of je in God gelooft of niet. Mm-hmm. En ik vroeg aan hem, kijk, kan je je voorstellen, als we nu een aardbeving krijgen in dit gebouw en wij zitten vast, wij zitten klem, zit een rotsen op ons, weet je, beton is op ons gevallen, maar we zijn nog leven, maar het is een hele hoop, je weet dat het een grote hoop is en wat ga je doen? Mm. Wat ga jij doen, had ik aan hem gevraagd. Hij zei, ik kan niks doen, ik moet gewoon accepteren hoe het is, dan ga ik dood. Ik zei, wel, bij mij niet. Ik geef de hoop niet op. Ik ga naar mijn God bidden. Want ik weet dat God iets voor ons zal doen. Dus en daar, ik herinner dat de hele tijd, want inderdaad, zo het was het. Het leefde al eeuw. Ja, en telkens als ik problemen had, werd ik geholpen. Ja. Ik studeerde in Amerika, in Nederland, overal. En ik werd geholpen. Is het zo van, Heer, ik weet dat U bestaat, maar ik ben nog niet bereid mijn leven met u te delen. Inderdaad, ja. Dat is het. Ik wil nog mijn eigen ding doen. Ja. Jaren geleden ging ik, toen ik in Amerika studeerde, had een vriend van me.
me naar een christelijke church meegenomen. En ik kwam daar binnen en ik voelde me een beetje, ik voelde het anders, hè? Mm-hmm. Maar daarna begreep ik pas wat het was. Het was eigenlijk de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest die daar binnen is. Ja. En dan voel je gewoon. Ja. En ik voelde me niet zo lekker, dus uiteindelijk bleef ik niet lang daar binnen. Ik ging weg, ja. Maar in ieder geval, het was wel zo altijd van, ik wil het wel doen, maar dan kan ik dit niet doen. Dat ik, weet je, zoals vele mensen denken. Ja. Maar ik kan ook wel zeggen dat ik sinds die tijd dat ik heb gedaan, heb ik ook niet zo'n leven gehad van ik mag niks doen. Het is gewoon dat je een voorbeeld geeft, de persoon moet zijn. Je hebt uiteindelijk mensen gezien die zijn veranderd. Je hebt mensen gezien waarbij Christus een nieuw leven of een nieuw persoon tot je heeft gemaakt. Wat hebben mensen gezegd over jou? Je vrienden, je familie, mensen die hebben gezien dat je een ander mens bent geworden. Wat voor reacties heb je allemaal gehad? Weet je, ik was... Ik nam mezelf veel te zwaar, kwalijk eigenlijk altijd. Hè? Maar ik was niet, voor vele mensen zagen ze geen problemen in me. Vele mensen. Maar voor mij, ik had wel problemen. Jij was bewust van wie je was en dat je moest veranderen. Ja, ik moest veranderen. Terwijl andere mensen dat niet zagen. Ja, en daarna zagen ze ook dat ik inderdaad ook was veranderd. Mm-hmm. Want ik ging niet meer naar bepaalde plekken. Ja. Ik ging niet meer op stap. Ja. Of alleen op stap, zonder mijn vrouw, ging ik nooit meer daarna. Ja, ja, ja. En ik had een ander levensstijl. En daarna hadden ze gezien van, hij is bezig bij een gemeente. Is dat het gevolg van Christus dienen? Dat is het gevolg. Mm-hmm. Ik was wel blij, mijn familie was blij, mijn vrouw was hartstikke blij. Mm-hmm. Want eindelijk hadden we een relatie zonder... gekibbel en zonder spanning. En er kwam zelfs een moment... waar we die spanning hadden gekregen, we waren bezig, de stemmen begonnen weer omhoog te gaan. Mm-hmm. En toen had ik haar gezegd van, wacht even, zijn we niet verkeerd bezig? Geloven we in Christus? Ja of niet? Toen zei ze, zeker, waarom zei je dat? Ze zei, waarom doen we dat dan? Ja. We moeten het anders kunnen toch? Mm-hmm. En vanaf die tijd, kan ik jou zeggen, Leandro, vanaf die tijd, ik praat over zeker zo'n 8 jaar geleden, dat we helemaal geen ruzie meer hadden. Onnodige spanning. Nee. Nog wel. Helemaal niet. Dus alles was rustig geworden en het was zo leuk voor die, ook voor de kinderen, hè? Want als je in zo'n spanning zit, dan probeer je de kinderen weg te houden. Maar nu zijn we zo veel transparanter. Ja. En dat is het mooiste ervan. Tot zover dan zijn getuigenis. We zijn nog niet klaar, want hij gaat natuurlijk groeten en afsluiten met een boodschap. Maar wij gaan intussen even naar een break. En we zijn gekomen op het laatste gedeelte van de getuigenis van. Natuurlijk zal onze gast groeten en afsluiten met een boodschap. Brother, ik wil je bedanken. Bedankt voor je vrijmoedigheid en je tijd. Zeker. Tot slot mag je in die camera de mensen zeggen waarom het belangrijk is om Christus te dienen. Ten eerste wil ik jullie bedanken voor deze interview, zeker. En ik wil ook eigenlijk een dank zeggen aan de Surinaamse gemeenschap. Ik vind het echt, ik ben uit Aruba, maar het past precies. Ik heb geen problemen om mezelf hier aan te passen. En ik zie al die culturen samen leven. Dat is het mooiste van Suriname, wat ik hier zie. En ik zou zeggen van, kijk, vele van ons, vele mensen, lopen rond met hun problemen. Je loopt met je problemen, je weet niet hoe je het moet oplossen. Je zoekt van alle kanten manieren om het op te lossen. Je kan het zelf niet.
En je gaat naar verschillende instanties, je gaat een heleboel cursussen toevolgen. Maar ik kan je één ding garanderen. Zoek Jezus. Zoek Jezus. Zoek naar de Bijbel. Ga dat lezen. Volg Jezus. Luister naar preesliedjes, gospelliedjes. En dan zal je zien, op het moment dat je dat doet, zal je zien, ik garandeer je, in een korte tijd zal je zien dat je zal veranderen. Dingen zullen veel beter worden. Dus dat raad ik iedereen aan om dat te doen. Altijd terugkomen naar Jezus en gewoon herinneren, de deur staat altijd open voor je. Oké? Dankjewel. Helemaal. Tot zover dan deze boodschap en natuurlijk de getuigenis van Donald Rasmijn. God weten dat God bestaat en God kennen zijn twee verschillende dingen. En dat hebben we dus vandaag duidelijk kunnen ervaren. En daarvan zijn we dus getuigen geweest. Want Donald kende al dit, of hij wist dat er een God was. En hij wist ook ergens hoe hij tot deze God, of wat hij van deze God kon verwachten. Maar hij kende deze God niet echt. Totdat uiteindelijk hij op dat punt kwam en hij een totale ander mens is geworden. Dan zijn we daarmee aan het eind gekomen met deze aflevering van De Getuigenis Van. Mocht het zijn dat u bent aangesproken of dat u bent geïnspireerd of op het punt bent gekomen dat u Christus wilt aannemen, maar u weet niet hoe, u zit met vragen, voelt u zich vrij om te bellen naar de studio van Shalom op het nummer 422-630. Kan van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4 en op de zaterdag tussen 8 en 12. Je mag ook natuurlijk de herhalingen checken op de maandag en op de donderdag, of zo niet gewoon even op onze YouTube-channel, De Getuigenis van Shalom. En daar heb je dus vanaf aflevering 1 tot deze aflevering. Dan hebben we het gehad voor wat deze aflevering betreft. Ik wil u bedanken voor uw aandacht en alvast welkom heten voor de volgende week. God bless you.